is heel bijzonder dat je toch ziet hoe je met veel aandacht en zorg en liefde iemand toch zover kunt krijgen. Want ze heeft er nog altijd zin in. Kijk, als je in de eenzaamheid belandt en verzandt, dan is het gauw afgelopen. Dat werkt niet bij mensen. 5 jaar geleden heb ik tegen haar gezegd, toen werd ze 100. U bent de jongste 100-jarige. En dan snapte ze heel goed dat een klein grapje was. En nu heb ik haar gefeliciteerd met het feit dat ze door die 5 jaar heen echt de oudste is geworden van Zuidwest-Friesland. Er zijn ongeveer 12, 13 mensen boven de 100. Er zijn een paar hele respectabele dames die zijn 103. Maar zij is morgen de oudste. Vijf jaar. Wat een leeftijd. Ja, toen was jij nog niet geboren. Nee. En nog niet in de maak ook, denk ik. Nee, maar ja, dat is in wezen wel natuurlijk het jammere voor haar. Misschien ook niet, dat weet ik niet. Maar als je een boog gaat maken van 105 jaar naar nu, wat er gebeurd is in die 105 jaar. Toen waren er geen vierbaanswegen, toen was er geen computer, er was geloof ik nauwelijks een auto. Dat realiseer je niet. Gingen mensen nog met paard en wagen door het leven? Ja, en er lopen sowieso natuurlijk nu even het weekend van folklore en Fisk. Maar dit maakt het wel helemaal goed. Want dat je dan ook nog op zo'n vitale manier lachend en zingend door de wereld kunt, zoals mevrouw Braakhekken, dat vind ik geweldig. 105 jaar, wat een bijzondere leeftijd. Ja. Nou, dat weet ik. Is dat een bijzondere leeftijd? Hoppakee! Daar was vast een meisje dood. Die had gevaren, die had gevaren. Daar was vast een meisje dood. Die had gevaren als ze in mag dood. Schip ahoy, aan de wind. Op dat de wereld op zijn kop. Heeft ze nog wensen? Nee. Nee, maar ik denk wel dat ze er ongezegd en gezwegen wel bij stilstaat dat er een einde aankomt aan het leven. Dat zegt ze ook wel. En dat zal ook wel komen wanneer zij er geen zin meer in heeft. Nou, zij staat nog wel positief in het leven en alles. Nou ja, ze heeft het ontzettend leuk. We hebben hier een huis, hè? Dat is ons huis waar ze woont. En we hebben de dames die goed voor de zorgen. En ze voelt zich omringd door zorg. En dat is het. Ze is niet verlaten. En er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die in tehuizen zitten, die in principe toch verlaten zijn. En maar afhankelijk zijn van wat er voorhanden is. Dat vind ik een beetje kwalijk en ja, zeer beschamend, zou ik haar zeggen, van onze cultuur. Je moet voor de mensen die de boel opgebouwd hebben, waar wij nu de vruchten van plukken, daar moet je voor zorgen. Al 105 jaar? Wat hebben jullie als gemeente als cadeau gegeven? Want ja, in 105 jaar heb je al behoorlijk wat cadeaus gekregen. Ja, wij hebben altijd één klassiek cadeau. Wij geven altijd bloemen. En die krijgt zij dus ook. Ja.